We schreven destijds voor het blad Het Kleinlo, een uitgave van de Stichting voor de Public Relations Land en Tuinbouw, schreven we tijdens ons verblijf in Tanzania in Kiberege geregeld een bijdrage voor dat blad, het blad dat speciaal in het leven was geroepen om op scholen in het hele land voorlichting te geven over de agrarische sector in de brede zin. En onder andere ontwikkelingshulp, dus het ontwikkelen van een bedrijf in een ontwikkelingsland ten bate van voedselvoorziening, hoorde daar ook bij. En we hebben hier het tweede deel van hetgeen we toen schreven. Het maïsproject in Tanzania. Zie hier de tweede brief van Rinus van Wezel over het maïsproject in Tanzania. De eerste verscheen in het Kleine Loo van februari 1980. Ontwikkelingswerker van Wezel vertelde daarin over het plan om in 5 jaar in het straatarme en met voedseltekort kampende Tanzania een grote boerderij van 2000 hectare te ontginnen. Om de nieuwe grond zullen maïs en sojabonen worden verbouwd. Deze producten zijn bestemd voor de voeding van de mensen. Dankzij de brieven van Rinus van Wezel zullen we in het Kleine Loo het verloop van dit ontwikkelingsproject op de voet kunnen volgen. Tanzania, een oppervlakte van 915.087 vierkante kilometer, destijds een inwoneraantal van 16 miljoen, de bevolkingsdichtheid 16 inwoners per vierkante kilometer, de hoofdstad Dar es Salaam, staatsvorm republiek, officiële taal Swahili, godsdiensten, inheemse godsdiensten, islam en christendom. Tanzania is sinds 1964 een onafhankelijke republiek in Oost-Afrika. De republiek ontstond na vereniging van wat voordien heette Tanganyika en het voor de kust gelegen eiland Zanzibar. Dit eiland is een Brits protectoraat geweest. Tanganyika, een mandaatgebied van Groot-Brittannië, was tot en met de Eerste Wereldoorlog en sinds 1885 het protectoraat Duits-Oost-Afrika. President Nyerere heeft vanaf het begin 1964 de Republiek Tanzania geleid. Hij ontwikkelde Ujamaa, een Afrikaanse vorm van socialisme. Hierbij gaat het met name om landbouwontwikkeling door de vorming van collectieve dorpsgemeenschappen. Bij de volgende brief van Rinus van Wezel zullen we meer over Tanzania vertellen. En dan komen we nu aan het eigenlijke verhaal. Ontwikkelingshulp, heel nuchter de zaak bekijken. Ik hoop dat dit het laatste stukje wordt dat ik in Nederland mag schrijven voor jullie. Ons vertrek begint nu naderbij te komen. Als het volgens plan verloopt, zullen mijn vrouw en ik binnenkort naar Tanzania reizen. Eigenlijk hadden we daar al eerder moeten aankomen, maar dat kon niet doorgaan omdat de woningen daar nog niet klaar waren. Aangezien onze toekomstige boerderij nog helemaal ontgonnen moet worden uit de wildernis, is er ook niets bestaans waar we voorlopig in kunnen wonen. Wanneer straks iedereen op de plaats zal zijn, gearriveerd, zullen we er met 4 gezinnen en 1 alleenstaande man aanwezig zijn. Zo'n groepje mensen heet dan een team. De mannen uit dat team moeten het echte werk gaan doen. En natuurlijk mogen we de vrouwen niet onderschatten, want die moeten ervoor zorgen dat de huiselijke sfeer gezellig blijft. Hoe ziet zo'n team er nu uit? In de eerste plaats is er de teamleider. Hij is de man die eigenlijk alle touwtjes in handen heeft. Hij draagt een zware verantwoordelijke taak, want het opzetten van een 2000 hectare groot akkerbouwbedrijf is een hele kluif. Vooral wanneer dit moet gebeuren in een straatarm land, waar soms zelfs de spijkers schaars zijn. Een land ook dat zonder eigen energiebronnen moet leven en waar de benzine al lang op de bon is in de laatste jaren en zondags helemaal geen auto's mogen rijden. De teamleider regelt vele zaken direct op het project, maar ook heel vaak moet hij in de hoofdstad Dar es Salaam zijn om met ambtenaren over het werk op de boerderij te praten. Dan is er iemand uit het team die zorg draagt voor de inrichting van de werkplaatsgarage. Ook dat is een moeilijke taak, want midden in de wildernis vind je nergens een plaats waar men bijvoorbeeld een trekker kan repareren. Dat moet dus allemaal op de boerderij gebeuren, dus niet naar een dealer of zo. De garageman in ons team heeft voor hij vertrok naar Tanzania eerst in Nederland zoveel mogelijk spullen gekocht voor de garage. Het meeste is nu daar al gearriveerd. Inmiddels is men ter plaatse druk aan het bouwen om de werkplaats onder de golfplaten te krijgen. Op een akkerbouwbedrijf van 2000 hectare zijn natuurlijk veel machines nodig, want het is een gemechaniseerd bedrijf.
om maar eens wat te noemen. 10 trekkers, 3 bulldozers, kipwagens, auto's en veel verschillende werktuigen. Dat alles moet op een goede manier gebruikt worden. Het is mijn taak in het team om ervoor te zorgen dat dit gebeurt. Om te beginnen moeten er trekkerschauffeurs worden opgeleid die niet alleen met een trekker recht vooruit kunnen rijden, maar ook weten om te gaan met de werktuigen. Dat alles heeft echter weer tot doel dat we mais kunnen zaaien, op tijd kunnen wieden, gewasbescherming toe kunnen passen en als er mais is om die te kunnen oogsten en daarna de grond weer kunnen ploegen voor een volgende oogst. Een ander teamlid draagt weer zorg voor de dagelijkse gang van zaken op het bedrijf. Je zou hem min of meer de bedrijfsleider kunnen noemen. Hij ziet erop toe dat er op tijd saaizaad en kunstmest is en dat er een teeltplan is en dat alles verder op het bedrijf zo goed mogelijk verloopt. Ook al die activiteiten, uitgaven en administratie in goede banen te leiden, is er ook nog een teamlid dat zich bezighoudt met de registratie van dat alles. Je mag hem een boekhouder-administrateur noemen. Nu, dat is dan het team dat zich nu in de eerste instantie bezighoudt met de ontginning en ontwikkeling van het Kiberege Maize Farm project. Het kenmerk van een team is samenwerking. Vooral onder de moeilijke en primitieve omstandigheden in Afrika is dat meer dan nodig. We gaan er hard tegenaan met als grote uitdaging de verbetering van de voedselvoorziening in dat arme Tanzania, gelegen in Oost-Afrika. Toch zou ons streven van nul aan geen waarde zijn als we de Tanzanianen er zelf niet bij betrokken. De bedoeling is dat we na enige tijd leergierige Tanzanianen aan onze zijde krijgen tijdens het werk. Zij moeten van ons leren hoe wij denken dat het werk op zo'n groot bedrijf moet gebeuren en moet worden georganiseerd. Je moet namelijk bedenken dat ze zelf daar nauwelijks enige ervaring in hebben. De mensen die het werk dus van ons leren, noem je counterparts. En als het goed verloopt, dan zullen die counterparts op den duur het werk volledig van ons moeten overnemen. Ons team, dat bestaat uit Nederlanders, zal zichzelf overbodig moeten proberen te maken. Tanzania is tenslotte een vrij en zelfstandig land dat op den duur best in staat zal zijn zijn eigen boontjes te doppen. Voorlopig echter zijn ze daar blij met wat hulp voor van buitenaf. Ons team wil ze heel graag helpen. Wij hopen van harte dat we bijvoorbeeld over 5 jaar, tegen de tijd dat ons werk daar afgelopen moet zijn, zalig nietsdoend de tijd kunnen doorbrengen. Want dan zullen de Tanzanianen het zelf moeten kunnen en als dat waar is, dan is er een uitstekend stukje ontwikkelingssamenwerking gepleegd. Zover zijn we echter nog lang niet. Voorlopig zullen we eerst mooi met beide benen op de grond blijven staan. Kijk, ontwikkelingshulp is in de eerste plaats heel nuchter de zaak bekijken en erop voorbereid zijn eerst heel wat teleurstellingen te slikken. Voordat men toekomt aan het proeven van het zoete dat succes met zich meebrengt. Tot volgende keer, beste lezers en lezeressen, met een vriendelijke groet, Rinus van Wezel.